Ja, Barcelona. Ja, Barcelona is een speciale vlucht. Naar Barcelona zit heel de wereld te kijken. Heel de wereld. Ik ben Wim Muller, fondsspecialist noem ik mezelf. Dus ik ben begonnen in de begin jaren 70 en ik ben gelijk begonnen eigenlijk op de moeilijkste discipline om fondsduiven te kweken en dat is aardig gelukt. Het is nu al natuurlijk ja, een jaartje 40 zijn we bezig. Bijna 50 denk ik. Ja? Dus ik ben helemaal, en dat lukt nog steeds goed. Nou ja, dit jaar Barcelona was natuurlijk toch weer een hele speciale. De duiven zijn gelost om 10 voor 10. Ik had liever als we 9 uur gelost hadden, want we wisten natuurlijk dat er heel veel onweersbuien op komst waren in Frankrijk. Ik had een beetje stille hoop dat ze het hele spul voor zou blijven, het onweer. Maar ja, op de een of andere manier zijn ze toch wel een keer, hebben ze mee te maken gekregen. En ja, de eerste meldingen lieten erg lang op zich wachten. Dus ja, het werd al natuurlijk, het was loeiheet. Maar dat moet op zich geen probleem zijn. Maar ja, we lieten de meldingen erg lang op zich wachten. De mondjesmaat kwamen ze in Frankrijk toevallig. Een vriend van mij, Erik Vitel, die wint eerst in Frankrijk. En dan zien we zo langzaam maar zeker zien we de duiven deze kant op komen. Maar ja, toen, mijn grootste verbazing was eigenlijk dat in één keer die duiven allemaal de oostkant vielen. En daar had niemand op gerekend. En toen begonnen ze in Limburg. Later blijken gevallen. Wij hoorden dat er een paar duiven zaten hier aan de westkant in Vlaanderen. En toen gingen wij eens kijken wanneer moeten we nou gaan pakken. Ja, om die mensen voor te blijven. Maar ja, toen zei Andres, daar komt er een. Ja, toen was het voor ons natuurlijk, toen die geklokt was. En we stonden één bij de ZLU. Ja, dan heb je natuurlijk heel Limburg al in de tas. Toen ik de definitieve beslissing kreeg dat het definitief was, dat ik de eerste had, en die hoedemakers belden van de ZLU. Op dat moment was ik vrij rustig, want uiteindelijk, de euforie was er eigenlijk. De grootste euforie was er eigenlijk dat we eerst stonden. En bedoel maar op dat moment, ik denk ja, ik heb heel Limburg al te pakken. Er zit een kans in. Er zit een kans in. Ja? Je moet eerst beginnen, anders heb je geen kans om te winnen. Maar de grote euforie was toen de duif viel. Ja? En later, toen we de bevestiging hebben gekregen, toen hebben we de champagne opengemaakt. Niet eerder. Ik heb al wat vrienden en kennissen en relaties over heel de wereld in verband. Ja, door mijn duiven, al die mensen leren kennen. En er kwam hier een Engelsman, toen we voor de tweede keer de Europa-beker gewonnen hadden in 1997. Want de eerste keer was 85. En toen in 97 zegt hij, nou, dat vind ik wel zo groot. Ik breng een fantastische fles champagne van jou mee. Hij zegt, die heb ik op mijn vader zijn sterfbed gekregen, deze fles. En die mocht alleen open met een speciale gelegenheid. En die zei, ik geef hem door aan jou. Ik zei, nou, ik bewaar hem totdat ik Barcelona win. Dus hij heeft 22 jaar in de wijnklimaatkast gelegen. Ja, maar het is wel een bijzondere fles, want het was een fles met een jaartal op. Van Mouat en Chandon. Ja, en dat zijn alleen de flessen die bewaarrijp zijn. Ja, dat zijn de speciale flessen. Dat was een super jaar. Maar ja, hij was al oud, maar hij smaakte nog fantastisch. Echt waar. Hij is nu open. Ja, Barcelona. Ja, Barcelona is een speciale vlucht. We hebben ja, al meerdere nationale winnaars gehad. Ja, en dat wordt als kennisgeving aangenomen. Maar Barcelona zit heel de wereld te kijken. Heel de wereld. Wij zien dat ook aan de reacties daarvoor al. Ja, dus de week daarvoor begint het al. Wim, hoeveel wil jij er mee hebben? Wim, wat denk je ervan? Zitten ze goed? Dit en dat. Over heel de wereld. De mailtjes lopen binnen, alles. Dus het is niet normaal. En op het moment natuurlijk dat die duif valt, ja, toen ging het los. Prrrt, prrrt, telefoon, ja. We hebben hier 5 telefoons en dat was constant. Ja, dat stopt niet meer. Dus op een gegeven moment, en toen belde nog een Ebbe. Die wilde komen filmen. Ik zei ja, maandag. Ja. Dit is de eerste Nationaal Barcelona 2019. Een klein doffertje, zoals je ziet. Ja, super ding, een wringertje. Ja. Het is, hij heeft het eerste jaar op Nest, als jaarling op het Nest gespeeld.
als 2 jaar en 3 jaar als Wedenaar gespeeld, als 4 en 5 jaar op het nest gespeeld, als nestdoffer en nu van het jaar op systeem chaos. Ik heb 28 doffers en ik heb maar 24 bakken. Dus ik heb een beetje dozen op de grond gezet met een bloedschotel in. Dus ze mogen gewoon rotzooien. En ik heb er 30 dagen erbij gehoord. Dus zoek het maar uit. Dus het is altijd feest. Het is één grote hoerenkeet. Hij wil bij wijze van spreken links bovenin, ja, maar de buurman wil ook links bovenin. En nou, dat houdt de motivatie er wel in. Ja? Dus we hebben een systeem chaos, hoeft niet zo slecht te zijn.